mensen, welkom bij een nieuwe video, de derde video van Mad Max. En ik heb al een beetje doorgespeeld op mijn vrij speeldingen. Dus ja, waar dat ik vrij op kan spelen. En ik moest dus het vechten terug opnieuw doen. Maar voor een of andere manier heb ik geen geluid. Het geluid is weggevallen. Hoe is dat mogelijk? Het geluid is gewoon weggevallen. Het geluid van de PlayStation. Allee, het geluid van de tv staat gewoon aan hoor. Ik heb ineens geen geluid meer. Maar goed, vandaag gaan we dus een van de moeilijkere stukken spelen van het hele spel. En ja, ik ben terug bij jullie als we aan het rijden zijn. Oké, ik ben nu dus aan het rijden. Drive to the graveyard. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar één ding is wel zeker, twee dingen zijn zeker. Het eerste is, er is blijkbaar geen Beetle, maar wel andere vette auto-bodies. Maar het andere ding is ook wel zeker, je kunt daar dus wel je body kiezen, maar ja. Het is best wel moeilijk om die mannetjes dan nog uit te schakelen daarna. Maar goed, dus. Destroy the gate. Trouw. Het geluid is terug. En het geluid is weer weg. Find the car body. Ja. Morgen zal ik wel eens kijken wat dat er mis is met het geluid. Maar dit is dus een en al slingerwegen. Oh. Dit wil jullie echt niet missen, die weg. Want dat is mad. Dat is best wel eng als je een beetje in VR zo zit. Zie, bommen. Die ontploffen ook nog. Dus ja. Daar moet je voor uitkijken. Dat ze niet toevallig uw auto raken. More bombs. Oké, leuk. More vrouwelijke bombs. Oh, ik raakte een bom. 3 minuten en 30 seconden bezig. Die bommen die doen gelukkig niet al te veel damage. Maar ja, het is alsnog damage, dus ja. Maar goed. Ja, het is een beetje saai zonder geluid. Het staat op 20, maar alsnog heb ik geen geluid. Oh! Tweede bom geraakt. Ja, deze auto is nu al voor de helft kapot. Oké, ik raakte na die tweede bom ook nog eens de steen, dus ja, het is wel normaal. Maar goed, de graveyard. Als we de graveyard tenminste hebben gedaan, dan vind ik het prima. Oh, het geluid is eventjes terug, maar zo meteen is het weer weg. Zie? Al die carbodies. Ja, het geluid is weer weg. Dat is heel raar. Wacht, waar moest ik ook alweer heen? Deze tunnel? Nee. Dit hier? Ja, volgens mij wel.
Ja. Oeh, scrap. Perfect. Leuk. Scrap, één van de drie. Ah ja. Nu moet ik mijn zipline naar hier. Is weer een schaduw, wel. Dat vind ik wel raar. Wacht. Flashlight? Wat daar? Ja, dan. Je kunt een flashlight hebben dan. En die kun je ook altijd aan en uitzetten en alles. Voor als je in donkere plekken zit, zoals hier. Flashlicht. We zijn 6 minuten bezig. Mijn god zeg. Ik ben zo bij jullie terug als ik terug bij de carbodies ben. Zipline! Mensen, ik ben bij de carbodies. Ik ga wel best wel wat skippen. Allee, ja. Knippen. Voor welke ga ik? Ik wou eigenlijk voor de Wild Hunter gaan, dus dat ga ik ook doen. De Wild Hunter. Dat is ook wel een vette auto. In mijn freeroam wereld heb ik die auto niet. De Wild Hunter. Maar ja, wel een andere. En we moeten veel knallen. Oh, uitkijken. Oh, meer mensen. Ik ben best goed bezig, maar het irriteert me wel zonder geluid. Dat ik zonder geluid moet spelen. Dit spel heeft al in-game geluid, maar ja, ineens is dat weg. Ik snap ook niet waarom. Het is best dat dat in een serie gebeurt. Dan kunnen jullie mij misschien wat raad geven. De mensen die ook dit spel spelen. Hij werd al bang. Maar goed, iedereen is gekild. Allee, iedereen niet, maar. Ja. Escape the graveyard. Hold, break. Breek het dan. Goeie. Goed, dan komt er een brug naar beneden. Kick down ladder. Dan klimmen we hier naar beneden. We zijn 8 minuten en nog een paar seconden bezig. 8 minuten en 20 seconden. En vertrekken. Boom. Als we tenminste de graveyard zijn zijn ontsnapt aan de graveyard, dan ja. Dan eindig ik hier de video als ik uit de graveyard ben. Als ik bij mijn destination ben, dan eindig ik de episode nu. Dus eigenlijk de video nu. Dus ja, ik kan ook weer niet al te veel doen. Een sideram kan ik doen. Ja, ik heb natuurlijk die harpoen. Dus dat is best wel handig. Een harpoen is een op. Dat is ook handig. En dan zeker als je moet ontsnappen. Boom! In een crash. Boom. Mensen, dit is aan het opslaan. Dus mensen. Ik ga de video afsluiten. Je kunt de flashlight uitzetten. Maar mensen, ik ga de video afsluiten. Morgen maak ik er nog wel wat.
Zoveel mogelijk, hoop ik. Dus ja, ik ga proberen morgen weer 3 video's te maken. Dagelijks 3 video's ga ik proberen te maken. Maar mensen, hebben jullie genoten van deze 3e video? Like, abonneer en bye bye.